Eindelijk mochten de buitenzwimmers weer in de openlucht baantjes trekken. Hoe voelt dat nou? Voelt heel goed. Hier hebben we maanden naar uitgekeken om lekker buiten te zwemmen. In het zonnetje ook nog, hè? Ja, dat valt reuze mee. Dus want gisteren was het ijskoud. Hoe was het? Lekker, heerlijk. Weer opgefrist. Ja. En wat maakt dat nou zo lekker? Nou, ik denk dat je hebt een tijd om rustig te bewegen, maar ook rustig na te denken. Je komt op hele goede ideeën als je onder water zit. De lucht die je bij je hebt, de ruimte, de wolken. En in dit geval bij het De Miranda Buitenbad dat je 50 meter zwembad hebt. Maar helaas, niet alleen maar blijdschap op deze zonnige dag. De muur die om het De Miranda Bad stond is namelijk een paar dagen geleden voor een groot deel afgebroken. Omdat hiernaast voor de tafeltennisvereniging Tempo Team in de komende weken geheid wordt, zodat zij een nieuw clubgebouw krijgen, is gedacht dat de muur die hier stond in een spoedprocedure moest worden afgebroken. Men is bang dat die zou omvallen. Muren zijn essentieel voor het zwemgenot, omdat je de noorden en de oostenwinden tegenhoudt. En uitkijken op de Kennedylaan is natuurlijk niet het hoogtepunt voor een zwemmer. Agnes heeft nu in een brief aan wethouder sport Erik van den Burg en Paul Slettenhaan van Stadsel Zuid gevraagd om een gelijkwaardig alternatief voor de stenen muur. Daar wachten we op. Dus we kijken wat zij beslissen. Het heeft hun aandacht. Maar gelukkig houdt dit de blijdschap niet tegen. Heerlijk. Hoge blauwe lucht en heel zacht water. Nee, het is verrukkelijk. Ik zou er ook in springen als ik jou was.